Zoals je van ons gewend bent, op maandagavond praten we met de trainer, Bed van Hudenstein. Welkom bij deze Trainersvisie. Ja, jij ook hè? Dankjewel. Uh, Bed, heb je een goed weekend gehad? Oh, heb je een goed weekend gehad? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, want afgelopen zaterdag uh, had ik de uitslag in ieder geval graag anders willen zien. En uh, op het moment dat we hadden gewonnen, dan was mijn weekend wel goed geweest, ja. Welk gevoel over eerst zo zo'n twee dagen na de wedstrijd? Nou, toch wel een gevoel van balen. Uh, dit was een kans om, uh, om weer dichterbij te komen bij de top. Dit was een kans om uh, Jong FC Groningen te bestrijden op een goede manier en ook nog met winst uiteindelijk. En die kans hebben we nagelaten. En, uh, dus het, het gevoel van balen over hier is wel. Doel je dan vooral op de eerste helft die kansen die uh, werden verzaakt uh, tot doelpunt uh, te, ja, om te zetten? Ja, verzaakt hè. Ik bedoel, de jongens maken op dat moment een keuze die, waarvan ze denken ja, dat is de beste op dat moment. Uh, maar inderdaad, we hadden toen het verschil natuurlijk wel kunnen maken in de score. Waardoor je een andere tweede helft had kunnen spelen. En, en nu gingen we de tweede helft wat geforceerder op zoek naar het doelpunt. En uh, ja, werd het wat ongecontroleerder en onrustiger uh, wat dat betreft. Maar ja, dat, dit was wel weer zo'n wedstrijd. Inderdaad, ja, kansen benutten, dat is toch wel heel belangrijk. Ja. Dan ga je zo meteen ongetwijfeld met je groep daarover praten. Wat ga je tegen ze zeggen? Nou, meestal praten ze zelf ook heel erg over de wedstrijd, wat ze zelf van hebben ervaren. En natuurlijk haal je ook zeker de goede manier van, uh, van pressing, uh, van verdedigen, haal je naar boven. Uh, de manier hoe we gevoetbald hebben, haal je nog even terug. Maar ook van, ja, weet je, als je nou weer in zo'n situatie komt, wat is dan handig om te doen als elftal? Hoe, hoe ga je dan uh, je aanvallen opzetten? Hoe kom je dan tot kansen? En hoe ga je met die kansen om? En uh, ja, daar gaan we even over praten. En natuurlijk op het veld, zometeen gaan we ook de nodige aandacht aan besteden. Een stapje naar aanstaande zaterdag? Uh, waar gaan jullie deze week aan werken uh, naar ASWH toe? Ja, dat was mooi. Alphonse Hart, uh, de trainer van Nijsse Groningen, die zei: ja, Jullie gaan op afwerken uh, oefenen deze week. En uh, zou je bijna wel denken. Alleen ja, die weken ervoor hebben we ontzettend veel toevoegpunten gemaakt. Dus, uh, maar we gaan wel rekening houden met een ASWH. dat toch wat uh, compacter gaat spelen. Denk ik, aankomende zaterdag. Maar uh, het is ook een ploeg. En daar gaan we ons ook op richten. die uh, het fysieke nodige meebrengt. Uh, toch vrij snel wel diepgang in het spel brengt. Dus er zijn wel elementen die we meenemen. Waar denk je het verschil te kunnen maken? Als je daar wat over wil vertellen, zonder alles te verklappen? Nou nah, nee, iedereen ziet videobeelden. En uh, ook zaterdag was er een scout van de aanwezig en Die zal zeggen: ja, Davis, is een goed voetballende ploeg. En dat zullen we zaterdag ook weer willen laten zien. Daar begint het uh, in het begin mee. En zorgen dat we verdedigend zo staan, dat je geen kansen weggeeft. En uh, dat zal zaterdag niet anders zijn dan we uit of thuis spelen. Kan je over iedereen uh, beschikken? Zaterdag is iedereen fit? Ja, dat zou zo moeten blijken, natuurlijk, wat dat betreft. Maar ik verwacht dat iedereen er gewoon is. We hebben geen schorsing uh, in die zin. Dus ik denk dat we met volle bepakking uh, daar naartoe mogen. Uh, inmiddels twee man van IJsselmeervogels uh, aangetrokken. Uh, wat vind je van deze versterking voor het uh, volgende seizoen? Nou ja, wat ik vind is dat. Um, in eerste instantie vind ik het prachtig dat, dat uh, zeg maar de oude TC en de nieuwe TC elkaar gevonden hebben. Uh, in het tot stand brengen van deze transfers. Um, daar zijn we, al heel, zijn we heel erg blij mee. Uh, het zijn klasbakken, het zijn basisspelers in de tweede divisie. Dus het helpt altijd een groep als je dit soort jongens binnen je selectie kan krijgen. die al meteen het uh, niveau hebben wat nodig is. of waar we naartoe willen groeien. Dus uh, ja, het zijn ze zeer welkom natuurlijk hier uh, aan de Sportlaan. Oké, okay, nou wensen we je namens de kijkers van DVS-TV en DVS-TV heel veel uh, succes. En uh, ja, naar, de, naar zaterdag toe. Dankjewel.